Ik sta hier bij vier mannen van Blauw-Wit, waarvan er drie stoppen en één trainer ook stopt. Vandaag hadden jullie de laatste thuiswedstrijd, een beladen wedstrijd tegen Twente 05. Die jongens die stonden één plekje onder jullie. Beginnen bij de aanvoerder. Hoe verliep de wedstrijd naar jouw idee? De eerste set. We begonnen op zich redelijk aan de wedstrijd. We gingen gelijk op, alleen in het einde van de set lieten we wat steekjes vallen. We verloren de eerste set met 25-22, dacht ik. Stukje wedstrijdspanning, dat toch dit de laatste thuiswedstrijd is, zal een hoop publiek? Dat idee had ik niet. Ik had meer het gevoel dat we een beetje lood in de benen hadden. En dat we een beetje op gang moesten komen, want het ging allemaal wat moeizaam in de eerste set. Na het verloop de wedstrijd vorderde, kwamen we steeds beter op gang. Hebben de wedstrijd toch kunnen kantelen. Ja, want de tweede set die ging erg goed. Vooral aanvallend over het midden werd er de puntjes gescoord. Wim, hoe heb jij over het algemeen de hele wedstrijd ervaren? Jouw laatste thuiswedstrijd. Ja, op zich was heel, heel bijzonder eigenlijk. Je weet natuurlijk dat je de wedstrijd ingaat met de wetenschap dat het je laatste thuiswedstrijd is. Ik denk dat de eerste set misschien toch wel een beetje verklaarde dat het wat rommelig begon. Maar uiteindelijk... zie je toch dat we de ervaring hebben om er ook onszelf weer te manifesteren tot een stabiel team. Ja, het zag er redelijk makkelijk uit. Henk, hoe werk je hier naartoe na zo'n wedstrijd? Is het makkelijk om de jongens te motiveren? Dat gaat vanzelf, denk ik, hè? Ja, je weet dat de moeilijke ploeg zijn de Vukkers uit Twente. En ja, dan moet je mee aan de bak. Dat weet je van tevoren. En we hebben ze geanalyseerd. En vanaf de eerste set hebben we ze onder druk en zetten op hun zwakke punten. En de zwakke punt was? Libro. Ja. Wij zaten niet zo hoog. Wij zaten heel hoog. Ja, niet allemaal, maar heel veel personen wel. Ja, ik zag inderdaad jullie in de service zochten jullie erg vaak de libero op. Dat werkte. De tweede set werd vrij makkelijk gewonnen. De derde set ging naar mijn idee ietsjes moeizaam, maar die pakte je uiteindelijk ook. Gerben, jij kwam in de vierde set er alsnog nog even in. Was je zenuwachtig? Uiteraard ben je zenuwachtig, want je weet dat het je laatste thuiswedstrijd is. En dan is het altijd moeilijk om je puntjes mee te pakken. En als je nou jullie allemaal even beginnen bij Wim, als je terugkijkt op het hele seizoen, maar gewoon sowieso blauw-wit. Wat zijn dan de hoogtepunten die je eruit kan pakken? Nou ja, 17 jaar volleybal, daar hebben we heel veel hoogtepunten. Maar voor me persoonlijk zijn dat natuurlijk een aantal keer een promotie. Van de eerste klasse naar uiteindelijk de tweede divisie. Maar goed, daarnaast hebben we natuurlijk qua resultaat de beker een keer gewonnen. En voor mij persoonlijk vind ik het hartstikke leuk dat ik een aantal jaren met beide broertjes heb mogen spelen in het eerste. Ja, en je kreeg even een mooie publiekswissel. Ook een mooi hoogtepunt natuurlijk om mee af te sluiten. Ja, nou ja, goed. Een van de trouwe supporters waren natuurlijk altijd mijn ouders. Het geeft je dan wel een goed gevoel dat zij er ook vanavond bij zijn en je daarin ook kunt steunen. Ja, mooi. Ja. Erwin, even terug naar jou, want jij hebt je hoogtepunt al in de wedstrijd beleefd. Want jij maakte het winnende punt op het einde. Ja, dat was wel een lekker moment, ja. Het duurde even, want je had een paar puntjes nodig. Ja, dat klopt. Maar dat was een beetje spanning, denk ik. Maar... En als jij nu terugkijkt op het hele volleybalseizoen, kun je er nog iets uitpikken? Ja, op zich hebben we best wel een redelijk stabiel seizoen gedraaid. Soms wat ups en downs, maar toch redelijk wel constant. Want ja, we zijn derde, zoals het doorgaat, zijn we het einde was derde. Nou, dan denk ik toch dat we redelijk met deze groep een mooi seizoen gedraaid hebben. Ja. Gerben, jij komt oorspronkelijk van Hellas vandaan. Als je blauw-wit zou moeten beschrijven in één zin? In één zin blauw-wit beschrijven? Jee, dat is moeilijk. Vechters, echt, volleybal. Volleybalvechters. Ja, dat zag je ook vandaag, zag je dat terug. Er werden veel punten werden er gepakt, er werd hard gestreden. Henk, jouw verdiensten? Nee, puur van de ploeg. Ik had een soort mooie weer kunnen gaan zitten met een glaasje cola en een rietje. Dat was geen probleem geweest. De jongens die hebben het gedaan en die hebben het fantastisch opgepakt vandaag. Ja, echt. Jij hebt twee mooie seizoenen mogen meemaken. Vorig jaar tweede is geworden. En dit jaar, we hebben nog één wedstrijd te gaan. Jullie staan nou stevig derde. Gaan we nog voor de tweede plek? Kan dat nog? Is niet nodig. Wij spelen de laatste wedstrijd tegen de koploper. Zetten we op Massum en dan gaan we een feestje bouwen. Aankomende zaterdag hebben we al een feestje. Bij de
tegen de nog oudere spelers. En, maar het seizoen is voor ons in feite geslaagd, klaar. En we hebben nog één feestje. Hoe kijk jij terug op het hele seizoen de afgelopen 2 jaar? Dat doe ik niet. Je moet niet terugkijken, je moet vooruitkijken. En als je vooruitkijkt, want volgend jaar staat er een ander team, als het goed is? Nou, een van de vragen van de opdrachten was 2 jaar geleden van... we moeten gaan verjongen en we gaan oude spelers uit. Hoe gaan we die oplossen? Nu, afgelopen avond, heb je gezien dat er 2 jongens in de basis stonden van 18 jaar. Renier Boerendans en Tom de Vries. En die hebben het, vind ik, heel netjes en goed gedaan. Daar moet Blauw-Wit op verder bouwen en wat aanvullen. Nou, en dan komt het goed met Blauw-Wit, 100%. En ze hebben nieuwe talenten ontdekt voor op de midden. Dus nou, dat komt helemaal klaar. Nou mannen, nogmaals gefeliciteerd met jullie overwinning. Ik denk dat Blauw-Wit jullie gaat missen. Ik ook, want ik sta hier ook met mijn Blauw-Wit shirtje natuurlijk. Nogmaals heel erg bedankt. Henk, wou je nog wat zeggen? Ja, ik vertrek met lood in de schoen. Ja. Dankjewel man. Gefeliciteerd. Come on!